Ja, klopt. Maar het is gewoon jongens, op dit moment, hoe loopt de communicatie met de bewoners? Ik ben deze week bij de bewoners geweest van het derde blok. Daarmee gaan wij volgende week starten. Dan heb ik ze alle mensen meegenomen door het hele proces wat er gaat gebeuren de komende weken. Daar maak ik aantekeningen van als het aanpassingen zijn die moeten gebeuren. Of dan een zonwering weg. Daarnaast kan ik ze hulp aan dan bieden om zware spullen weg te halen. Ik leg ze uit wat wij nodig zijn qua ruimte om dan te kunnen werken. Yeah. Dat gaat allemaal goed. Die mensen kunnen het ook dan toch allemaal volgen, dus dat is geen enkel punt. Daarnaast, als wij bij de mensen echt van bezig gaan in de woning zelf, als de ramen wisselen, dat probeer ik 2 dagen van tevoren door te geven aan ze. Zodat zij de laatste aanpassingen in de lamellen of de vensterbanken die dan leeg te moeten, dat het allemaal klaar is. Zodat wij in 1 keer door dan kunnen en er geen onnodige calamiteiten gaan gebeuren. Langzamerhand van de trein die dennen door natuurlijk. Ja. Straks staan de vakanties voor de deur. Mm-hmm. De bedoeling is dat de bouw gewoon doorgaat. Ja. Hoe denk je dat we gaan doen? De eerste dag gaan de kozijnen eruit en die worden dan compleet vervangen. De tweede dag gaat de aftimmerwerkploeg met 2 man gaan er binnen toe en die gaan het in 2 dagen afronden. Ja. Dus in principe 3 dagen moet de bewoner thuis zijn of een kennis van de bewoner of iets dergelijks. Ja. En daarna kunnen jullie gaan om. Precies, want die metselaar die staat op een rails en die kan niet zomaar even 1 woning overslaan en terugkomen. Dat zal een te grote ingreep zijn. Dus die metselaar, dat is eigenlijk wel heel belangrijk dat die in 1 woning voor woning kan afronden. En blok voor blok kan afronden. De sloopploeg en eventueel kozijnen verplaatsen kan nog vooruitgestuurd worden. Maar liever doen we dat natuurlijk niet. En de reactieformulieren op het verzoek om de vakanties aan te geven, die worden... Dat gaat heel goed, mensen reageren heel erg snel. Ze dan bellen ook nog met de vragen, maar dat loopt heel goed. Ja, met de reactieformulieren worden keurig zeker. Ja, wij hebben hier dan een brievenbus aan het hek hangen waar ze in kunnen doen. Dus ze kunnen het altijd doen. Dat gaat goed. En tegenwoordig kunnen ze een reactie geven op de weblog. Dat is natuurlijk een fantastisch medium om toch informatie te vergaren en informatie te delen met elkaar. Thank you.